Nou, misschien moet je hem eerst even houden op. Even kijken. Als twee lusjes. Ja, aan welke tak? Nou, dat moeten we dan daarna kijken. Je bedoelt onderlangs twee lussen. Ja. Steviger, hè? Ja, of mooier, vind je het mooier? Misschien was het wel leuk. Een soort schommelachtig idee. Mm. Wil je niet, hè? Ja, dan heb ik daar één. Het laatste kunstwerk van vandaag is van Saskia Jansen. En het is de bioscoop voor vogels. Dit? Ja, dat is heel leuk. Misschien ietsje hoger nog. Dat is eigenlijk heel grappig. Saskia Jansen is een kunstenares en die heeft zich eigenlijk afgevraagd welke films zouden vogels nou leuk vinden om te kijken. Bijvoorbeeld, je ziet hier een documentaire over een duif. Die pik, nou ja, die zit gewoon lekker wat te eten. En wat denken jullie dat vogels nog meer zouden willen zien? Wormen. Een film over wormen. Ja, vind ik wel een goeie. Want wat Saskia Jansen hier ook eigenlijk een beetje mee bedoelt, is inleven in iemand anders. Bijvoorbeeld inleven in wat als je een vogel bent. Waarom heb je die televisie gemaakt terwijl allemaal andere dieren komen? Terwijl wat? Allemaal andere dieren komen. Andere dieren komen. Ja, dat wist ik ook niet van tevoren. Ik dacht, het zou leuk zijn, een bioscoop voor vogels. Dat zou een goed idee zijn. Maar ook vooral voor de mensen die films gaan maken voor vogels. Want die moeten zich echt helemaal inleven in wat de vogel eigenlijk zou willen zien. Dat is misschien niet makkelijk. Ja. Maar dat er dan andere dieren komen kijken, ja, dit wist ik niet van tevoren. Maar ik zag inderdaad wat muiskeuteltjes er zo liggen. Dus ik denk dat er s'nachts wat muizen zitten te kijken. Ja. Ja. Mag wel hoor. Dan gaan we naar het laatste kunstwerk van Saskia Jansen. En dat is Hoepel voor Mensen. En de Hoepel voor Mensen zal je zo meteen ook zien. Het is een soort van, heuvel naar beneden. En dan rij je door een hoepel heen. Misschien is de beste volgorde eerst die andere vijf eraf. Saskia Jansen was iemand die vroeger dingen ging opzoeken die ze eigenlijk niet durfde. En dit is eigenlijk een kunstwerk om kinderen uit te dagen om dingen te doen die je eigenlijk niet durft, maar die je toch gaat doen. Wow. Prima, toch? Zo hoog is het niet eens. Waarom heb je die ring en die fietsen gemaakt voor die mensen met angst? Waarom? Nou, weet je, ik had eigenlijk twee ideeën voor Kaap en ik kon eigenlijk niet kiezen. Ik wilde een bioscoop voor vogels maken en een hoepel voor mensen. Maar het was heel moeilijk om te kiezen. En toen zeiden ze bij Kaap, nou, dan maak je het toch gewoon allebei. Ik vond het eigenlijk wel een goed idee. Het is ook een beetje een omkering, want een hoepel is meestal voor dieren om door te springen en een bioscoop is meestal voor mensen. Dus het is eigenlijk een beetje omgedraaid. En ik dacht, voor kinderen nou, is het wel goed om iets te maken over dapperheid, over durf en ook over jezelf verplaatsen in iemand anders. Maar in dit geval in een vogeltje. Ik vond het gewoon twee goede onderwerpen die wel goed voor kinderen waren. Ja. Die hoepel gaat er natuurlijk over dat je iets doet wat je eigenlijk niet durft, hè? Dat het toch een beetje eng uitziet. Maar als je het eenmaal doet, is het gewoon eigenlijk heel leuk. En dan ben je er overheen. Maar ik vind het echt heel eng. Oké. En als we dan eens een stukje lager beginnen, is dat misschien een idee? Of wil je gewoon niet meer? We kunnen een stukje lager proberen. Ja. Saskia, waar ben je zelf bang voor? Wow, even denken. Daar moet ik echt even nadenken. Waar ben ik bang voor?
ben je... Nou, voor heel veel dingen toch wel. Kom heb je hoogtevrees? Ja, inderdaad. Best wel. Vooral als je heel erg hoog bent ergens en ze hebben zo'n glazen vloer, weet je wel. En je kijkt zo erdoor naar beneden. Dan krijg je echt helemaal zweet in mijn handen. Nee, ik ga het niet doen. Dit is echt zo eng. Zo hoog. Wow, wow. Ja. Een beetje lager. Tot de midden, tot de midden, tot de midden. Is dit de midden? Oh, ik weet wel iets wat ik niet durf. Ik durf niet te auto rijden. Dat durf ik niet. Nou, nadenken, hoor. Je moet gewoon je rijbewijs halen, dat is makkelijk. Ja, nou, ik denk dat ik echt zo sloom erin ben. Ik kan me niet goed concentreren en kan niet goed opletten en zo. Nou, dat durf ik echt niet, mijn rijbewijs halen. Dat is een goeie. Oh ja, en ik weet nog wat. Duiken met van die flessen op, dat durf ik ook niet. Dan ben ik bang dat ik stik onder water. Durf je nou van bovenaf? Ja.